Als we dat berekenen over 6 jaar, dan gaat dat over 7 miljoen in totaal. De zitpenningen samen met de verhoogde lonen van de districtschepenen. En dat is heel veel geld, 7 miljoen euro in een stad die altijd zegt dat ze de buikriem moet aanspannen voor de medewerkers en voor de projecten die er zijn, vooral sociale projecten. We stellen voor van dat niet te doen. 150 euro voor een vergadering is voor ons voldoende. En we stellen voor om dat geld te gebruiken voor iets concreets. Wij hadden nu een voorstel ingediend om bijvoorbeeld de kinderboerderij daar terug mee in publieke handen te geven. Dat is iets wat dat door de burgers wel een draagvlak gegeven wordt. Dat is iets waar dat mensen graag naartoe gaan, waar dat jonge gezinnen van kunnen profiteren. Waar dat heel veel sociale projecten aan verbonden zijn ook. Duurzame projecten, ecologische projecten. 7 miljoen euro, misschien is er zelfs nog overschot om nog andere dingen te doen.